Het voormalig boeddhistisch centrum hier in de bossen van Zeist is een gigantisch pand. Toch kiest een aantal leden van de krakersgroep ervoor om buiten een onderkomen te maken. Hebben jullie ook koffie? Sinds een paar weken hebben zo'n 15 Utrechtse krakers dit pand betrokken. Waar gaat de koffie in? Hier gaat koffie in. De afgelopen jaren hebben ze een zwervend bestaan geleid. Van kraakpand naar kraakpand. En overal werden ze eruit gezet. Kraker Inze is dan ook blij met deze plek. Het leeft hier goed in de bossen. Het is een hartstikke mooie plek. Kraken is sinds 2010 verboden. Toch weerhoudt dat Inze en zijn huisgenoten er niet van om het slot van dit pand te forceren. Als je een woning kan vinden in Utrecht, dan gefeliciteerd. Maar voor heel veel mensen is het nou eenmaal niet te betalen. En ik denk dat het voor iedereen goed recht is om ergens te wonen. Aanvankelijk viel er volgens de krakers nog wel te praten met de vastgoedeigenaar over een tijdelijk verblijf hier. Maar daar kwam hij op terug. Tegen RTV Utrecht zegt de eigenaar geen zaken te doen met dieven. Ja, wij zien het niet als diefstal. We pakken niet iemands huis af. De eigenaar die woont hier niet of iets dergelijks. Het staat leeg. Het is een oude culturele plek. Je kan het ook zien dat degene het opkoopt en leeg laat staan ook een vorm van diefstal is. Hoe dan ook, binnenkort staat hier de politie op de stoep om de boel te ontruimen. Jo, takelen! En hoewel de krakers normaal gesproken zeggen vreedzaam te vertrekken, zullen ze zich dit keer wel verzetten tegen een ontruiming. Mensen die hier binnen zijn, die zijn van plan te blijven. En dat zo lang mogelijk te doen.